Ja, Gert, in het eerste deel van de marathon-etappe gisteren ging het in de laatste 100 kilometer ging het, weer mis. Ja, weer, zeg het wel. Eigenlijk begon de proefje goed. We waren eigenlijk van plan om ook lekker veel van start te gaan, omdat we verwachten dat in de marathon de voorste mensen iets bedaarder gaan starten, omdat ze 2 dagen moeten zonder hun hulp van de monteurs. Dus wij dachten van nou, we gaan lekker pittig van start. Dat gebeurde ook en we lagen weer rond die vijfde en zesde plek. Lekker, geen gekke dingetjes, een mooie proef. Eigenlijk wel mooi naar het einde van die proef gereden. Tot 100 kilometer voor de proef dat de rode lamp weer begon te branden van de motor en de oliedruk weer wegviel. En eigenlijk hetzelfde euvel als voor de rustdag, dus weer motorproblemen. Ja. En toen, wat is uiteindelijk, want je bent op eigen kracht op de weg beland uiteindelijk. Ja, nou ja, dan ga je alles nakijken en het was eigenlijk dezelfde dingetjes allemaal die wat we de eerste keer met die motorschade hadden gezien. Dus olie wat eruit lag, we hebben even olie bijgevuld, we hebben nog iets water bijgevuld. En uiteindelijk s'nachts toch weer doorgereden, we hebben nog een paar uur geslapen in de duinen. De motor weer gestart en hopen we dan met een koele motor, dan wordt de oliedruk toch automatisch al iets meer. Waarschijnlijk toch een beetje van het slijpsel weer teruggezakt, dus we hadden in ieder geval weer een beetje oliedruk. Nou, en het mag geprobeerd om naar die finish te komen. We moeten toch uit die duinen. Dat lukte nog. We hebben de laatste kleine 100 kilometer gereden. En niet op volle snelheid, maar wel dat we aan de finish waren. En dan hoop je nog dat de schade eigenlijk meevalt. Alleen toen haalden we de klep open. En toen zagen we al dat er nog veel meer olie was. Nog veel meer katerdruk was. Dat we 20 liter water bij moesten vullen. Ja, en dan weet je dat het einde verhaal is. En, we hadden eerst nog iets zin om naar de start van de volgende proef te rijden. Ook nog geprobeerd, maar onderweg werd het te link. We hadden vannacht al een klein brandje weer op het motordeksel. En dat zag het nu ook wel uit dat die zou beginnen te branden. Dus hebben we uiteindelijk maar gestopt en de keuze gemaakt dat het einde Dakar is. Ja, en dan staat het truc hier op de trailer in het bivak. Ja, dus onderweg hebben onze hulptroepen die hebben hem opgeladen. Help opladen en met z'n allen naar het bivak. Dat is een domper. Die domper hadden we eigenlijk al gedeeltelijk verwerkt omdat we al uit het algemeen klassement lagen. Maar ja, dit is ook weer zuur, want je bent hier, je wilt graag kilometers maken, je wilt graag ervaring opdoen en info opdoen. Ja, dus vandaag weer een domper en deze is wel echt definitief. Ja. En dan een paar dagen naar huis. Hopelijk dan nog wel met een plek in de top 10 voor Pascal. Ja, nou, die kans zie ik vrij groot. Pascal rijdt heel constant. Wel een beetje achterstand op de nummer 10, maar hij staat 11e. Maar ook een heel veel voorsprong op de nummer 12. En ik zie nu na die rustdag nog wel een paar mensen daarvoor uit afvallen. Het gaat echt hard bij die eerste 5-6 trucks. Ik heb het zelf ervaren, ik heb hard gereden. En dan moet je echt alles zelf bijzetten om in die top 5 te rijden. Dus die voorste mensen rijden echt hard, dus ik ben ervan overtuigd dat er nog wel 1, 2 of 3 uit gaan vallen. Dus ik zie Pascal met zijn stabiliteit wel in die top 10 finishen. Ja, dankjewel.